Zaterdag 24 mei waren de omstandigheden perfect voor de 9e trucktour van Bolzwart. 150 mensen met een beperking reden in even zoveel vrachtwagens door een deel van Friesland in 3 kolonnes. En dat werd wederom een feestje. Lassina, we staan op het pleintje helemaal leeg en verlaten, want alle deelnemers en chauffeurs zijn onderweg. Hoe voelt dat als alles weg is? Nou, als het goed gaat, dan voelt het heerlijk. Iedereen zat weer in zijn truck. Geen mensen die de truck niet konden vinden. Er waren goede begeleiders dit jaar. Dus iedereen zat weer tevreden erin. En ik kom net uit het centrum waar we langs gereden zijn. Allemaal blije gezichtjes en... Nou, de chauffeurs hebben nog een bijna bikke smile aan dan de deelnemers zelf, zeg maar. Dat was wel heel emotioneel. Ja. Blijft iedere dag ieder jaar weer een mooie dag? Ja, elk jaar weer. Ja, het is elke keer ook weer anders. Dit jaar is het helemaal anders omdat we op een andere locatie zitten. Dus de logistiek ligt het ook allemaal anders. En we hebben het erg naar ons zin hier. Het is heel relaxed, het loopt veel beter. De opstapplaats, ook voor de rolstoelers, ging heel vloeiend dit jaar. Dus heel tevreden eigenlijk, ja. En op zo'n dag, hoeveel vrijwilligers zijn er dan actief? We hebben 40 mensen op de vloer, dus echt in de tent, hè, verpleegkundigen. Dan hebben we nog EHBO'ers. En op de motor hebben we ook 40 rijen. En zo'n 80 tot 100 man. Hoe vond je het om mee te rijden? Geweldig. Was je al eens vaker mee geweest? Veel vaker. Dus je hebt dit... Ik vind het ieder jaar weer mooi. Dus je hebt al heel wat ervaring? Ja. Wat is nu het allerleukste volgens jou van de trucktour? Ja, het geheel. Want ik kan me voorstellen... Als je door Bolzwart rijdt of door die dorpjes en al die mensen staan aan al de kant. Al die zwaaiende mensen. Dat is kicken. Dat geeft ons een kick. En het toeteren of zegt dat jou niet zoveel? En dan die horens. Het doet alleen die toeterzaal. Dat geeft je een kick. Ja, ik stond buiten op straat, maar dat doet pijn aan je oren, hoor. Dat wil ik wel geloven. Nou, ziet ze, dit weer de trucktour weer. Hoe voest het dit hier? Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb dit niet de eerste keer. En ik vond het een bijzondere ervaring. Ja, want Hesto, wat mij vraagt, man? Nee, niet echt. Ik vond het bijzonder leuk, de mensen in het barpen. Het zijn vooral mensen die daar winnen om ze te uur te zwaaien. Dat vond ik bijzonder mooi, ja. En wie die vrachtwagenchauffeur? Dirk. En heeft hij van alles verteld hoe de vrachtwagen? Ja, hij heeft verteld bij de Rolf Hennegong. Daar hebben we door gaan. Hij ging naar Italië, naar Frankrijk. Dus ja. En dan zit je zo'n 2 uren in zijn vrachtwagen. Gisteren te kwart volgens mij. Ja, maar ik zie het net altijd lekker meer. Ik ben inmorgen, want ik ook blij dat ik bij thuis weer. In mijn eigen rolstoel kon zitten. Maar ik vond ik hoorde het kwaad, ja. Volgend jaar weer? Zeker wel, ja.